ja, heel sneu. De blauwe vlaggen hangen nog, maar verder blijft het op Blauwe Dinsdag stil in Elst. Burgemeester Patricia Hoijtink-Raubos baalt daar natuurlijk enorm van. Ik bedoel, je hoopt natuurlijk altijd van niet. En ik had rekening gehouden met inkorten of halveren of langer tijd. Hè? Dat soort maatregelen. Ook misschien vanuit hoop. Dat ik dacht, van, nou, als het veilig kan met aanpassingen, dan wil iedereen dat natuurlijk. Maar de weersverwachtingen werden natuurlijk steeds duidelijker. En toen ik het telefoontje kreeg, het was wel een domper. Laat ik dat ook maar eerlijk zeggen. Maar ik weet ook dat de stichting dat besluit natuurlijk niet lichtvaardig heeft genomen. En het was zo duidelijk, dat kon niet anders. Maar ik vind het vooral heel erg sneu voor, niet alleen voor het blauw hier in het gemeentehuis. Maar voor al die ondernemers en al die carnavalsverenigingen en andere verenigingen en vrijwilligers die er zo druk mee zijn geweest. Na al 2 jaar niet. Om dan nu toch echt met een mooi feest te kunnen beginnen. Ja, heel sneu. En ik zou vooral onze inwoners of toeristen willen oproepen om toch ook aan die lokale verenigingen en ondernemers te denken. En als je dan toch dat ijsje wilt halen of die moeite wilt nemen, doe dat dan alsjeblieft morgen ook bij al die mensen die daar ook op ingekocht hebben en kosten voor gemaakt hebben om nog een beetje steun te geven. Ik zal dat in ieder geval zelf wel doen. Het is wel 2019 begint wel heel ver weg te lijken over hoe mooi het was en hoe het toen ging. En veiligheid gaat voor, maar het is gewoon echt sneu voor iedereen, denk ik. En ik ga ervan uit dat we volgend jaar toch echt wel een echte Blauwe Dinsdag weer kunnen hebben.